Onder het thema flora, fauna en ecosystemen heeft de Vereniging voor Biodiversiteit van het Guyaneschild in Suriname, VBGSS, gisteren een lezing gehouden in het IGSR-gebouw. De VBGSS probeert via deze weg meer informatie over flora en fauna, het planten- en dierenrijk, naar het publiek over te brengen. De presentatie behoort tot een serie lezingen die gedurende dit jaar wordt gehouden door de vereniging. In dit kader hebben Paul Alboter en Dorothy Traag, beide docent van de Anton de Kom Universiteit, speciale presentaties gehouden. Volgens VBGSS-voorzitter Gwendolyn Landburg bestaat de vereniging nu ongeveer 1 jaar. Ze legt uit wat de bedoeling is van de gisteren gehouden lezing. Bewustzijn creëren, ervoor zorgen dat mensen bewust zijn van wat houdt ons natuur in, wat hebben we in ons natuur. De vorige lezing ging over biodiversiteit en menselijk gebruik, want we staan er niet bij stil, maar we gebruiken de biodiversiteit elke dag, elk moment. Maar als je niet weet wat de biodiversiteit inhoudt, wat ons natuur heeft, dan weet je ook niet wat je moet beschermen. Je weet ook niet hoe je het duurzaam moet gebruiken. En met die lezing willen we die bewustzijn op gang brengen, om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst duurzaam verder gaan met onze biodiversiteit en die beschermen voor komende generaties. Landburg geeft verder aan dat de VBGSS ook samenwerkt met verschillende milieuorganisaties. Voor haar is het belangrijk dat de gemeenschap beter participeert in de lezingen, omdat die speciaal voor hun worden georganiseerd. Ik wil de gemeenschap hierbij ook uitnodigen voor als wij de lezingen promoten, dat men ook komt, want het is voor hun. Informatie die hier wordt gegeven is informatie die je misschien, als je nu pas op CNN hoort, wanneer een buitenlander ontdekt dat we grote puma's bijvoorbeeld hier hebben. Terwijl deze lezingen juist voor zijn dat ook in Suriname de informatie gedeeld wordt. Dus ik wil de gemeenschap uitnodigen om de lezingen te bezoeken. Gwendolyn Landburg, voorzitter van de Vereniging voor Biodiversiteit van het Guyaneschild in Suriname. Om de liefde voor planten en dieren in de gemeenschap te vergroten, heeft deze stichting gisteren een lezing over flora, fauna en ecosystemen gehouden. In het laatste kwartaal van dit jaar zal de eerstvolgende lezing georganiseerd worden.